Hallo mensen! En nou zitten we weer stilstaand in de auto, zoals normaal. We hebben al even in de file gestaan, maar we gaan er vanaf Robbie op gaan vanaf Rotterdam. En dan gaan we naar Duinrell. Gekke filmpjes elke keer dat ik nu presenteer. Jij bent abonnee, we starten ermee. Dat is Davos. Zo, we zijn geslaagd om er binnen te komen. Geen problemen. Hebben we nooit gehad eigenlijk. En Robin, hebben we er zin in? Graag in. Het Rijksmuseum, vind je dat leuk? Oh, ja, het Rijksmuseum is wel leuk. Ja, want dan kan je altijd van die schilderijen bekijken en dan... Is dat daar ook schilderijen van kikkers? Ik denk het wel. Oh, we kunnen hier plassen trouwens. Je moest toch weer plassen, hè? Vrouwen altijd plassen natuurlijk. Kom hierin. Hoe is dat, Ro? Leuk! Wie? En Ro, Bin? Ja, leuk. Leuk hè, die namen zo. Nou, ik ben zeiknat. Ik heb wel lekker een hele natte jas. En Ro, jij bent er lekker onderuit gekomen. Beetje jammer dit. Ja. En we staan hier nu in het Main Street gedeelte eigenlijk van Duinrell. Naar zin? Ja. Ben je ook nat gehoord door die rot attractie? Nee. Jammer dit. Maar hier kik ik er wel van op. Je kikt er wel van op, ja. Het is trouwens een heel schattig reuzenratje dit hoor. Adorable. Weet je, zo'n drievlietstijl, is ook zo'n kleintje. Ja, inderdaad. Nou kijk even jongens, dit zwemparadijs. Ongelooflijk. Wauw. We gaan nu naar een nieuwe achtbaan toe, denk ik. De Dragonfly, dat is de nieuwste sinds vorig jaar of dit jaar, ik weet het niet eens. En het is dus een beetje een kinderbaan slash familie, weet ik veel. Dus het gaat in ieder geval wat harder dan een gemiddelde baan, dacht ik. Nou, dit is de Falcon. Nou, dit is een hele leuke achtbaan, want er gaat lekker over de kop. En die Dragonfly was ook heel leuk. Ik vond hem best wel vloeiend. Vloeiend dan de Kikkerbaan. En dan gaan we dus naar de Falcon. En dat is deze achtbaan. Rechts zo die gaat. Hallo! Waar zitten we in? Wow, we zitten in een heel niet afgemaakte attractie, in de Splash. We zitten wel overdekt, dus het is... Het regent zonnestralen. Oh jee, ga naar beneden. Zo, we zijn nog een keer in de Valkoen geweest, want het is echt een fantastische achtbaan. De tweede keer, we gaan vandaag misschien wel nog een keer erin, want het is nog wel echt... ik denk wel een van de beste, betere attracties van Duinrell. Daar gaan we ook eigenlijk voor, toch? Ja. En natuurlijk ook wel Tikibad, want ik denk dat dat voor ons ook wel best wel een achtbaan is. Met alle glijbanen. Nou, deze attractie. Tonnetjes, een beetje een misselijkmakende attractie. En we gaan gewoon een beetje door het park kijken wat ze allemaal hebben. Dames en heren, dit is de heftigste attractie van het park. Zijn we klaar voor? Ja. Ik durf niet. Ik durf ook niet, daar gaan we. Oké, heel voorzichtig. Zal ik eerst, want voordat ik beneden ben, is het half mei. Dat gaat toch niet werken, jongens? Dat gaat toch niet werken, dit? Dat gaat niet werken, dit? Oh, nice. Robbie, valsspelend. Ik kan niet filmen. Het lukt niet. Het lukt gewoon niet. Jongens, ik moet echt deze beelden stoppen, want dit is echt gewoon niet normaal. Zo, we zitten nog even in... Even rustig in. Het gaat regenen, shit. In de attractie en we gaan... Door de mini-dwerg gaan we zoeken of zo. Het gaat een hele snelle attractie. Hallo. 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 Waarom gaat hij hier opeens hard? Wat een enge dwerg, jongen. Is allemaal stoned. Oh, wauw. regent, zonnestralen. Dankjewel regen, jammer dit. Ja, jammer dit. Nou, we hebben de meeste attracties gehad. De Falcon was iets te druk. We hadden iets van ja, we gaan gewoon in die nieuwe Dragonfly nog een keer. En Tikibad was heel leuk. Heel erg, zijn we 3 uur geweest geloof ik. Zoiets, 3,5 uur. En nou gaan we richting daar of zo, of daar. Of zo, zo. Zal de rodelbaan het doen? Ja, ging niet meer open. Oké, hij ging niet meer open. Rodelbaan ging niet open omdat het kwamen 3 spetters op de baan en gelijk. Oh, daar loopt Rowie. Rowie is een beetje verkouden en ziek. En Rowie? Ik heb pijn aan mijn oog. Ik heb een oogontsteking. Hij heeft een oogontsteking, ja. Toch Rowie zover gekregen om in de monorail te gaan. En lekker te trappelen. En ik hoef helemaal niks te doen. Kijk. Nee, ik help even mee. Zo. En oh shit, het is hard. Er komt die wachtbus aan. Het is de gemene Robin. Kijk uit daar! Kijk, en rechts van u ziet u een hele grote klein duimpje. En een glaasje kat. Schoenen en zo. En Jorben bij hem. Jorben bij hem? Oh, oké. Jij zegt het. Want ook Duinrell kan niet zonder Sprookjesbos. Ah, meneer de bumperklever hier. Hij is wat duwen. Oh, je duwt ons. Oh, zwijntjes, kijk nou. Een zwanenmeer. Ja, want hij gaat best wel zo. Oh, nee, oh, even schommelen. Oh, Rowie. En dan? Nog een keer schommelen? Nee, nee. Nou, hier was toch een ongeluk in gebeurd? Ja, heel veel zijn mensen naar beneden gevallen hier. Nee, echt? Ja. Hoe weet je dat? Dat... Oh my god, doe normaal! Leuk, we zien zo. Oh, superleuk. Ach. Wil je een beetje op fitness, dan kan je gewoon naar Duinrell, is wat goedkoper dan de fitnessschool. En dan ga je gewoon een Tikibad, ga je even 13 trappen lopen. Of dan ga je gewoon in de monorail. Lekker trappelen. We zitten hier bij de Quack Play Playback Vogelshow, of wat is het? Kwebbel Show. Nee, Quack. Nee, Kwebbel Show is over 1,5 uur. Echt? Ja. Kunnen we hier ook nog gaan kijken? Nee. Waarom niet? Nee. Wil je niet naar de Kwebbel Show? Nee. Waarom niet? Die heb ik nog nooit gezien. Ik weet niet of dit, dat die... Dit is een professionele show. Hier is hij dan. Geef hem een hartelijk applaus. Kikkerbaan. Van harte welkom bij de Blikwijk Show. Bij de Blikwijk Show. Met spanning en sensatie. Robin! Licht anker! Wow, je schoot echt mooi, net echt. Oké, leuk. De voordeelwinkel van de nest biedt uitkomst. Zo, en het regent net. Het heeft, toen we in Tikibad waren, heeft het even geregend. En nou, best wel keihard. En nu code geel hebben ze gezegd. Dus, op de rotonde, 3e afslag. Ja, we zijn nu op weg naar huis, we gaan nog even wat eten en dan is het alweer de dag voorbij. 3e afslag. En het was wel leuk, we zaten in de Kwebbel Show en om 5 uur wou ze de poort sluiten, maar wij zaten nog binnen in het donker. Dus op een gegeven moment vroeg zij, zijn toch meer mensen binnen? Nee, ik zei, wij waren de enige. Maar we, ja, blijkbaar is de show niet, het was pas in de zomer. In de zomertijd dan gaat de show dus extra, dus wij hebben de show niet gezien helaas. Volgende keer. Maar dat duurt wel een paar jaar voordat we weer terugkomen naar Duinrell. Dus het is niet een park wat je om de maand wil bezoeken, zeg maar. Maar ja, het was gewoon een hele leuke dag. Toch, Robin? Ja, ja. En wat leuks gedaan? We zijn in de kolentrein geweest. Oh ja, die kindertrein. En we zijn naar de Tikibad gegaan. En afgaande. Tikibad. Tikibad, maar dat was geen attractie. Ja, nou hè. Falcon? Valkoen, ja. Sowieso. Doei! Ja mensen, vond je dit nou een leuke video? Vergeet geen like te geven omhoog, gewoon een groen duimpje. En vergeet ook niet gratis te abonneren op mijn kanaal, dan vind je dat vlogs. Wie weet zijn we volgende keer terug bij een nieuwe video op dit kanaal, speciaal voor jullie. En ik zeg houdoe later.